Dames en heren, hartelijk welkom. Mijn naam is Marijke Roskam en ik mag u door de avond leiden. En dat doe ik namens het Martini Ziekenhuis. En het Martini Ziekenhuis heeft haar 25-jarig jubileum beleefd. En eigenlijk zit ze daar nog middenin. En in het kader daarvan is een campagne gelanceerd, Samen voor Betere Zorg. En dat samen, dat doen ze niet alleen samen als personeel. Dat ze ideeën bedenken van, goh, hoe kunnen we patiënten nog veel betere zorg leveren? Zich ook nog meer inleven in die patiënt. Maar dat doen ze ook samen met patiënten zelf. Nou, we hebben al een aantal publiekslezingen gehad. Er komen ook nog een paar. Maar vandaag gaat het over brandwonden. Goed, we gaan beginnen. Petra Neurink, jij kwam eigenlijk door een heel suf ongemakje, kan niet anders zeggen, in aanraking met het Martini Ziekenhuis en het brandwondencentrum. Wat gebeurde er op die vervelende dag? Ik ging een kopje thee pakken. Dus ik goot thee uit de waterkoker in mijn mok. En op hetzelfde ogenblik kwam mijn zoon iets vragen. Of hij trok aan mijn arm. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. En toen viel er een klein slokje uit die mok. Over zijn gezicht en over zijn schouder. En toen heb ik hem... Hij begon natuurlijk meteen te gillen. Hoe oud is hij? Want het is een heel klein schat. Hij is nu net 4 en toen was hij nog 3. Ja. Ja. Dus, en... ja, dus nog, ja, kleintje nog, ja. Ja. Ik heb hem meteen onder de douche gezet. Onder een lauwe douche. Dat herinner ik me nog. Moest niet ijskoud zijn, want dan raken ze onderkoeld ergens. Dat wist je nog ergens van een EHBO? Ergens heb ik dat denk ik een keer ergens gelezen. Ja. Maar ik dacht nog wel, nou, het valt wel mee, denk ik. Want het was maar zo'n klein beetje. Dus ik dacht, nou, misschien moet ik straks even langs de huisartsenpost. En verder heb ik daar niet zo... Nee. Wanneer sloeg dat om? Nou, op een gegeven moment toen zat ik daar net naar te denken. Toen zag ik onder zijn kin losse vellen hangen. Echt los vel. En toen raakte ik in paniek. En toen dacht ik, nou moet ik wel wat. Toen heb ik hem, toen heb ik 112 gebeld. Ik heb hem op mijn schoot gehad. En nog met een natte doek onder zijn kin geduwd. Ja, wilde die daar wel wat tegenaan? Dat kan me ook voorstellen. Nee, maar ik heb dat ook wel een klein beetje. Zoals ik zei, lieve, dat is, doet heel veel pijn. Maar moet echt even. Ja. En... degene die ik aan de lijn had van 112, die zei, mevrouw, hoe lang heeft u gekoeld? Nou, ik had denk ik een minuut of 5 gekoeld, moest nog langer. En ik stuur iemand naar u toe. En toen kwam er een ambulance. En toen dacht ik nog steeds, nou, ze zullen wel zeggen, mevrouw, beetje valt wel een beetje mee. Ja. En u hebt ons voor niks gebeld. Maar toen gingen ze hebben zijn trui opengeknipt. En toen zagen ze niet alleen hier een open wond, maar ook op zijn schouder. En ja, hij moest wel even mee. Dus toen moest ik in de ambulance met hem op schoot. Weet je die rit nog? Ja, ik heb steeds geprobeerd om liedjes voor hem te zingen. Omdat hij zo moest huilen. En ik dacht misschien, hij houdt van zingen. Ik dacht misschien kan ik hem daarmee een klein beetje afleiden. En soms lukte dat heel eventjes en dan begon hij weer te huilen. Eigenlijk pas toen we hier kwamen, toen reden we over zo'n op zijn brancard over zo'n, ja... Die mooie gangen die je hier dan ziet. Toen zei hij, oh, wat is dit gaaf, zeg. Ja. Ja, dat vond hij wel even. Gelukkig maar. Dat ja, hij dat vond hij wel even heel leuk. Ja. In wat voor wereld, en dan gaan we er wat sneller doorheen door die tijdlijn, maar in wat voor wereld kwam je toen? Toen kwamen we op een behandelkamer, kwamen er allerlei mensen kijken. En ik had hem op schoot. En hij moest al zijn kleren toen uit. Of die had hij denk ik al zijn kleren uit. En... nou, toen gingen ze even kijken hoe groot het was, dus wat het percentage was en wat het precies, of het ook geopereerd moest worden. En ondertussen waren ze heel, ja, heel lief en ook heel, heel, ja, heel zorgzaam. Want jij voelde je heel beroerd. Ja, ik dacht, wat heb ik gedaan? Maar er was niemand die zei, nou mevrouw, had u nu niet even wat beter kunnen opletten? Of had u nu niet even een beetje... Nee, er was niemand die dat zei. En Luc kreeg zalf... En een verband om zijn schouder en hier zalf. En dacht je toen, nou, dan is het klaar? Of hoe, Nou, ik wist toen, nee, toen dacht ik eigenlijk even helemaal niks. Ik was wel blij, ze zeiden vrij snel van, hij mag mee, hij hoeft niet geopereerd te worden. Dus daar was ik blij om. En hij mag weer mee naar huis. En toen zeiden ze nog van, dan moet u dan morgen nog terugkomen. Toen dacht ik wel van, nou dan morgen nog en dan is het klaar voor controle. Maar nee. Nee, dat was niet zo. Nee, wat voor traject is Luc ingegaan? Ja, we zijn volgens mij een week lang iedere dag voor een verbandwissel geweest. En daarna nog om de dag. Toen hoefde de brandwonden zelf niet meer. Dus ik weet het niet helemaal precies meer. Maar echt, dat we zeker
10, 12 keer in het ziekenhuis zijn geweest voor een verbandwissel en een controle van hoe ziet het eruit en hoe... Ja, en dan weet je misschien van verhalen ooit is van, goh, dat verband wisselen bij brandwonden, dat is een verschrikking. Hè, tenminste. Ja, nou, ik heb het gelukkig verder in mijn omgeving nog niet meegemaakt, maar het is wel heel naar. En voor Luc was dat ook heel... Het was wel pijnlijk. Ja. En dat gebeurt dan niet in een hele nare volwassen mensenkamer? Kun je daar wat over... Ja, zeker. Luc mocht dan mee naar de blauwe kamer. En dat vond hij ook heel leuk. Het is een hele mooie, lichte kamer met een badkuip in het midden. En je kan allemaal magneetjes op de muren plakken. En daar werd dan zijn verband verwisseld. En er was allerlei speelgoed. En dan had gewoon lekker veel afleiding. En dat vindt hij nog steeds heel leuk. Hij begint er nog wel eens over, heb ik begrepen. Ja. Hij heeft nu ratjes onder zijn voeten, die doen hem pijn. En toen zei hij al van, mag ik dan weer naar de blauwe kamer? Kijk. Maar het is schitterend dat die herinnering zo in zijn hoofd geënt is. Ja, zeker. Bij jou gelukkig wel. Ja. Wat heb je geleerd over brandwonden? Nou, wat ik vooral heb geleerd is dat brandwonden bij kinderen veel sneller gaan dan bij volwassenen. Dus dat je, hè, want ik dacht, zo'n klein slokje heet water, wat kan dat nou voor kwaad? Maar dat is voor een kind veel, die huid is veel dunner, is veel heftiger. En hier begreep ik ook dat een glas warm water van, ik geloof, 60 graden al ernstig brandwonden kan. Want je drinkt wel eens een kopje koffie, je denkt, nou, het komt een beetje uit zo'n koffieautomaat. Precies, dat wordt niet kokend heet, maar dat maakt dus niet uit voor zo'n kleintje. En dat is wel, vind ik wel heel heftig, dat zoveel effect kan hebben op een klein kind. Dus je bent nu toch een beetje anti-brandwondambassadeur, heb ik begrepen, ook in je omgeving. Nou, ik probeer wel mensen er bewust van te maken. Niet dat ik de hele tijd roep van, nou, pas op, want dat is natuurlijk ook vervelend. Maar ik probeer er wel eerlijk over te vertellen wat het heeft gedaan en wat het, dat het gewoon echt... een ongeluk in een heel klein hoekje zit, ook met een kopje koffie. Ja. Wat vond jij uit al die fases en van dat, of die blauwe kamer tot en met de rit in de ambulance, wat vond jij nou voorbeeld van samen de beste zorg? Dus dat je echt dacht, nou, we doen het met elkaar? Wat ik heel fijn vond en ook heel prettig, was de aandacht ook voor de psychologische kant ervan. Dus het was niet alleen maar, sommige mensen zeggen, nou, dan kom je bij een arts en die zegt iets kil van, nou, dit en dit. Maar dat was helemaal niet zo. Het was heel veel aandacht voor mij ook, voor eventueel schuldgevoel of hoe ik me voelde. Al in de ambulance was dat al zo. En ook voor Luc. Ook heel veel aandacht van, hey, gaat het goed met hem? Is hij ook bang? En er werd veel naar gevraagd. Dus dat is, En de dinosaurussen hebben denk ik op Luc het meeste... Ja, nou ja, die vond hij wel heel leuk, ja. Die kreeg hij nog wel. Hij kreeg nog twee dinosaurussen, stond hij na te doen, ja. Wat moeten ouders absoluut onthouden van dit verhaal, volgens jou? En ook andere mensen, want ik heb begrepen dat ook bij ouderen veel voorkomt. Ja, nou, ik denk... dat het veel meer kwaad kan dan dat je denkt. Ik denk dat je dat, als je dat onthoudt... Dus dat het is niet maar een beetje water of een beetje heet water. Goed. Ja. Ik ben ontzettend blij dat je dit verhaal wilde vertellen. Hoe gaat het nu met Luc, willen mensen dan natuurlijk weten? Goed. Wonden zijn dicht en je ziet het nog wel een beetje, de littekens. Maar dat trekt vanzelf weg en waarschijnlijk houdt hij er niks aan over. Goed, en het is een vrolijk joch. Het is een heel vrolijk joch. Goed zo. Nogmaals, dank voor jouw verhaal. Mag ik een applaus voor Peter en Eurink? Graag gedaan. Wij gaan plaatsmaken, want wij gaan naar de professionals. Mag ik een applaus voor Leo Bolhuis? Oké. Het is een publiekslezing. Hè? Interactief hebben we gelezen in de krant. En interactief, jullie mogen straks wat vragen stellen. Maar ik wil altijd andersom beginnen. Ik wil jullie wat vragen stellen. En de eerste vraag is heel simpel. Iedereen weet het. Wie heeft er wel eens een brandwond gehad? Hoe klein dan ook. Het zijn er heel veel. Hou die vingers maar omhoog. Wie is er wel eens mee naar de huisarts geweest? Kijk, daar gaat al heel wat naar beneden. En wie naar het ziekenhuis? Ja, er zijn nog twee. En wie naar het brandwondencentrum? Er blijft nog maar 2, 3 over. En zo gaat het in de werkelijkheid ook. Heel veel mensen verbranden zich, lopen een brandwond op. Maar heel veel mensen die doen dat gewoon thuis, lossen thuis op. Het aantal gaat naar de huisarts. En een aantal moeten ook weer naar het ziekenhuis. En toch zien wij op het brandwondcentrum nog weer iets van 1000 patiënten per jaar. En niet alleen worden opgenomen, maar ook op de poli. En
Een groot gedeelte van die patiënten zijn kinderen. Maar liefst 30%, 30 tot 50% van die 1000 zijn kinderen. Dat betekent zoiets van 200, 350 kinderen die we opnemen. In de leeftijd tussen 1 en 4 jaar. En die wil ik als voorbeeld noemen. Ik laat ook een foto zien van een kind met een brandwond. Moet je niet al te veel verschrikken. Je zult sowieso een aantal foto's zien van brandwonden. Dat hoort er toch wel een beetje bij. Ik klik. Ah. Dit is een kindje van 1 jaar. Dit is een typische ongeval. Hete thee wat hij over zich heen trekt vanaf tafel. En dan krijgt hij altijd over zijn kin heen. Over zijn hals vaak en over die buik. En dan wil ik aan jullie vragen. Wat gaan we hiermee doen? Wat doen we als eerste? Koelen. Ja, waarmee? Water. Lauw water hoor ik ook al. Hoe lang? Kwartier? 10 minuten? Kwartier. 10 tot 20 minuten moet je die brandwond koelen met lauw water. Ga je het te koud doen, dan heb je niet alleen dat het kind misschien onderkoeld raakt, maar ook die wond. En een wond die onderkoeld raakt, die krijgt geen bloedtoevoer meer. En dan zorg je voor dat die wond niet goed gaat, eventueel kan genezen. Dan ben je aan het koelen. Wat doe je met die kleren? Laten zitten en uit, hoor ik. Laten zitten. Want dat zegt EHBO op tv, hè? Heeft er iemand wel eens wat thee over zijn broek gekregen? Ja, wat dacht je toen? Ik wil hem zo snel mogelijk uit. En dat zou bij een kind niet mogen. Die hitte, die moet daar weg. Dus die kleding moet uit. En we hoorden net ook bij Petra, toen ze de kleren openknipte, dan zag ze nog een brandwond op die schouder. Had ze eerst niet opgemerkt. Dus je mist misschien ook wat. En wat heel belangrijk is, een luier. Dat hete water kan in die luier zijn gelopen. En potverdorie, ik heb die luier niet uitgedaan. En daar broeit het lekker door. Dus als het kan, zo snel mogelijk die kleding uit. Je zult er echt niks aan vernielen. Wat kapot is, is al kapot. Je gaat echt geen gezonde huid vernielen. Koelen, 10 minuten tot 20 minuten met lauw stromend water. Chemische verbrandingen. Wat voor chemische verbranding kun je verzinnen wat je in huis hebt waar een kind, maar ook een volwassene mee in aanraking kan komen? Wie kan wat noemen? Chloor. Heeft iedereen zoutzuur in huis? Ik niet hoor. Gootsteen ontstoppen, zeg je daar wat? Ja. Wat doen we lekker in die gootsteen? Want dat zit allemaal vol met haren. Ons eigen afval, eiwitten. En dat lost eiwitten op. Als ik dat op mijn huid krijg, lost dat ook eiwitten op. Wat moet je doen? Als ik dat op mijn huid krijg, wat doe je dan? Spoelen, hè? Hoe lang? Goeie. 45, jullie zijn fantastisch. 45, maar dat moet je ook echt doen. 45 minuten lang spoelen met gewoon ook weer lauw water, want het kind moet niet onderkoeld raken. Wat kan je daarna doen voor het kind, of in ieder geval voor het slachtoffer? Je moet die wond afdekken. Heel simpel is je huisartsfolie. Iedereen heeft wel zo'n rol huisartsfolie in huis. Op het moment dat je die wond afdekt, dan staat hij niet meer bloot aan de lucht. En die lucht, die prikkelt vaak die zenuwen. En dat doet het zeer. Dat scheelt de helft van de pijn. Hup, die folie erop. Hartstikke mooi. Simpel. Dat is te vroeg. Arm of been hoog leggen. Maar je kan je voorstellen, als ik een brand op mijn arm heb en ik laat hem hangen, dat pompt de bloed erin. Doe hartstikke zeer. Hou je hem lekker op een kussen leggen, voordat hij naar het ziekenhuis gaat of naar de huisarts. En eventueel rechtop zitten. Niet plat liggen als hij hier een brandwond heeft, dan zwelt allemaal wat extra op. De volgende. Nou zijn er de drie brandwondencentra en de Nederlandse brandwondenstichting hebben een aantal criteria opgesteld van wanneer moet je nou echt naar een brandwondencentrum? Dat zijn er heel veel. Het is niet zo dat je bij een blaar op de duim direct naar het brandwondencentrum moet, want anders zien wij iets van 50.000, 60.000 mensen per jaar. En dat gaat ons niet lukken. Dus bij een bepaalde percentage, en in mijn geval, ik ben 100%, en als er 10% van mij verbrand is, nou, dan moet ik wel naar het brandwondencentrum. En zo zijn er een aantal criteria. 5% bij kinderen en oudere mensen. Bijkomend letsel. Je kan je voorstellen, als je ook nog in een auto zit en je rijdt tegen de muur op, je raakt in brand, dat je ook nog andere letsels hebt.
die moeten ook naar het brandwondencentrum. En zo zijn er een aantal, nou, je kunt ze lezen, al bestaande ziektes, iemand die diabetes, die heeft een minder goede wondgenezing, zien we ook graag. Nou, dan ben je in een brandwondencentrum, maar wat doen we daar dan? Jullie hebben jullie taak verricht, de patiënt is gekoeld, je hebt het netjes afgedicht met die folie, hij komt bij ons, en wat gaan wij dan doen? Wij moeten die wond beoordelen, want hoe ernstig is nou een wond? Dat moeten wij bekijken. Als we even weer teruggaan, nou, dat kindje komt, oh, die is weg. Sorry. Wij kijken naar die wond, we kijken naar de kleur. Is die roze? Is die rood? Is die wittig? Is die nat? Is die droog? En op die manier beoordelen wij de diepte van de wond. We voelen er ook aan. Voelt het stug of is het soepel? Bij ouderen kunnen we ook nog vragen van, doet het ook zeer als ik eraan zit? Of is het gevoel minder? En een kind, ja, die kan dat niet zeggen natuurlijk. Die houdt gewoon altijd, want die is gewoon in paniek. Die vindt het ook niet leuk als je aan hem zit. En verder kijken we ook nog even, drukken wij op die wond? Dat klinkt een beetje raar, maar we drukken op. Dan drukken we bepalen wij de bloedtoevoer. Dan druk je op. En dan kijk je hoe snel dat bloed weer terugkomt. Die microvaatjes, die druk je dan dicht. Even kijken. 1, 2, dat is niet zo goed bij mij. Moet minimaal 2 seconden duren. 4. Nee, 2 seconden. Oké. Okay. 2 seconden. En dan als, op het moment dat je die bloedtoevoer, dus die microcirculatie, als die verbrand is, dan zal de bloed dan minder snel terugkeren. Dus op die manier. Dat is jammer, ik had dat plaatje ooit er middenin staan. Dus, hoe ziet de wond eruit? Hoe is de bloedtoevoer? Is er nog gevoel? En hoe voelt die aan? En dan kunnen wij kijken van, is die eerste graad, of tweede, derde, of vierde graad. Dat zijn een beetje de gradaties die wij aanhouden. Maar we kijken ook naar de percentage van hoe groot is nou een wond. We kijken naar het totaal verbrand lichaamsoppervlak. En dat doen we aan de hand van de regel van 9. Want ieder gedeelte van mijn menselijk lichaam is een 9 of een veelvoud ervan. Mijn arm, van hier naar daar, is 9%. Die arm ook. Mijn been is 18%. Alle been ook. En de romp is de voorzijde 18 en de achterzijde 18. Dus als ik iemand heb met een heel verbrand arm, weet ik, die is 9% verbrand. Dus zo gaan wij kijken in hoeverre, wat de percentage is van de verbranding. Want hoe meer verbrand, hoe groter de impact is op die patiënt. Bij kinderen zie je een beetje afwijking. Misschien wel aardig om te zien. Die hebben een heel groot hoofd. In verhouding met hè, wij volwassenen hebben die een veel groter hoofd. Als die zijn gezicht verbrand raakt, wat je dus vaak ziet met die thee, heeft die gelijk een veel groter percentage te pakken. Dus daar letten wij dan ook op. En wij doen ook wel eens, pakken we de hand, en dat is 1%. Dus als iemand verspreid wat wonden heeft, dan oh, daar één, daar één. Maar dan moet je wel de hand van de patiënt pakken. Dus van die patiënt is er 1% groter, zeg maar. Als er nou werkelijk een ernstig verbrande patiënt bij ons komt, dan zul je toch deze patiënt uitgebreid moeten benaderen. En dat doen wij door middel van een bepaalde principe. Dat heet dan de ATLS of de IMSB. Daar wil ik niet te ver op ingaan. Maar je moet datgene behandelen waar een patiënt eigenlijk als eerste dood aan kan gaan. En dan gaan wij volgens deze principe, de airway, de ademweg, als die dicht zit, en dan kan ik wel met mijn wonden gaan bemoeien, maar dan gaat die patiënt dood, want zijn ademweg is niet goed. Nou, zo gaan wij een patiënt helemaal belangs volgens een bepaalde structuur, om ervoor te zorgen dat hij die eerste uren overleeft. En dan kunnen wij weer aandacht besteden aan die brandwonden. Gedurende de hele opname. Nou, zijn wij nou werkelijk zo slim en mijn collega's? Nee, dat zijn we niet, maar we worden er wel. Want we hebben diverse opleidingen gevolgd, zo onder andere de IMSB. En daarnaast ook de OBV, de OBV is opleiding brandwondverpleegkundigen. En dat doen wij in de samenwerking met de Nederlandse Brandwondenstichting. En de IMSB is overigens een eendagse cursus waar iedereen wordt aangeleerd hoe hij een patiënt moet opvangen. En dan gaat het maar vaak om die traumapatiënt. En volgens mij hebben we nou Sonja. Ja. Vragen komen straks. Dankjewel, Leo.
Voordat ik begin met mijn deel van de presentatie, vind ik het toch eigenlijk heel fijn om als brandwondenarts jullie allemaal ook even welkom te heten in dit hele mooie ziekenhuis. En ik vind het echt fantastisch dat er zoveel mensen zijn komen opdagen, dat jullie zoveel belangstelling hebben voor de patiënt met brandwonden, maar met name ook in ons brandwondencentrum. Dat wilde ik toch graag even gezegd hebben. Goed. Waarom zijn er brandwondencentra in Nederland? We hebben heel veel ziekenhuizen, maar we hebben 3 brandwondencentra. 1 in Beverwijk, is heel bekend, komt vaak op televisie. Dus ook een grote in Rotterdam en een hele mooie in Groningen. En waarom? En waarom zijn die nodig? Waarom kunnen deze patiënten niet naar een gewoon perifeer ziekenhuis? Nou, brandwondenzorg is heel complex. En dan heb ik niet over die kleine brandwondje, van een spatje vet op je hand. Maar als je uitgebreide brandwonden hebt, is heel complexe zorg. En dat gaan we jullie een beetje duidelijk maken. Er komen heel veel disciplines bij kijken. Niet alleen maar een dokter en een chirurg en verpleegkundige, maar er is veel meer voor nodig. Dus je hebt veel expertise nodig, veel ervaring, hele specialistische zorg. En die zorg gaat veel verder dan alleen maar het genezen van die wond. Want er gebeurt wat met die patiënt. Wie komen dan nou bij ons in het brandwondencentrum? Komt natuurlijk van alles, maar wat zien we het meest? Nou, mensen natuurlijk met hele uitgebreide brandwonden, meer dan 5%. Nou, we hebben ze wel tot 88%. Hè, dat bijna 3/4 of meer van je lichaam verbrand is. Kinderen met brandwonden, 30-35% van onze opname. Ouderen, zien we nou meer ouderen? Nou, in relatief gezien, in verhouding met hoeveel ouderen we hebben in onze samenleving, niet. Maar aangezien we meer ouderen hebben, zien we natuurlijk ook meer ouderen in een brandwondencentrum. Diepe brandwonden, chemische brandwonden, elektriciteitsletsels. Brandwonden aan handen, voeten, gezicht. Dat is allemaal belangrijk, dat is allemaal bewegende delen. Die zie je echt eigenlijk allemaal in een brandwondencentrum. Waar lopen we overwegend de brandwonden op? Het is heel gek, het is toch nog gewoon steeds thuis. 67% van ons loopt de brandwonden thuis op. En niet zozeer in het bedrijf, want met recreatie kan natuurlijk ook. Hè. Maar toch zien we het meest gewoon thuis. En de oorzaak van de brandwond is bij volwassenen overwegend een vuur- of vlamverbranding. Je bent aan het barbecue, je denkt het gaat niet snel genoeg, je gooit er een beetje biogel op, steekvlam. Krijg je in je gezicht, je handen, kleren in brand, dat noemen we een vlamverbranding. Bij kinderen is dat anders. En met name de kinderen onder de 4 jaar, dat zijn de jonge onderzoekertjes. En jij zet net een kop thee daar neer en je denkt, wat heeft papa, dat wil ik ook hebben. En die pakt het af en die trekt ze om zich heen. En gisteren kon hij nog niet bij het aanrecht en vandaag wel. En dan gaat het mis. Je let net even niet op. Je denkt, hij kan er niet bij. Hij zit in die hoek van de kamer en ik zet de thee op de vensterbank. En je gaat even naar de keuken om de suiker te pakken. En als je terugkomt, is hij toch bij de vensterbank. Allemaal ongelukjes die hele nare gevolgen hebben. En die hebben niet alleen maar lichamelijke gevolgen, die hebben ook psychische gevolgen. Als jij in de kruipruimte bent van je huis en je gaat daar een steekvlam, dan kom je niet weg en heel even denk je dat je het laatste uur geslagen heeft. Dat is hoe mensen soms binnen kunnen komen. Het heeft sociale gevolgen. Als je een eigen bedrijf hebt en je hebt plotseling lig je 4 weken in het ziekenhuis en je hebt geen inkomen, of je kan je rol als vader, moeder, als werknemer, werkgever niet vervullen, heeft dat grote gevolgen. Maar ook de impact op ouders, dat hoorde je Petra wel zeggen. Heel vaak zijn de ouders de veroorzaker van het ongeluk. En het meest dierbare bezit wat je maar hebt, doe je dat aan. En elke dag word je daarmee geconfronteerd. Dat heeft een enorme impact op ouders, maar ook op familie. Dat betekent dat je niet meer uitkomt met een dokter en een verpleegkundige. Je hebt veel meer zorgverleners nodig en die zijn allemaal aanwezig in dit brandwondencentrum. Ik ga het hebben over lichamelijke gevolgen en de anderen doet straks mijn collega. Leo zei het al, de ernst van brandwond wordt bepaald door het oppervlakte, hoe uitgebreid je brandwond is en wat voor brandwond je hebt. Nou, dat heeft Leo al een beetje behandeld, dus ik ga even door naar de type brandwonden die er zijn. Er zijn er 4. Eerste graads, tweede graads oppervlakkig, tweede graads diep en derde graads. Maar wat is dat dan nou eigenlijk? Kijk naar de huid. Ik heb een beetje een doorsnede gemaakt, dat kennen we denk ik allemaal een beetje. Je hebt de opperhuid, daar kijk je eigenlijk naar. En dan heb je de ledenhuid, dus je onderhuid. In je onderhuid zit je bloedvaat, je zenuwen, talgkliertjes, zweetkliertjes, noem maar op. En daartussenin, daar zit een laagje waar de huid maar aanmaak plaatsvindt. En als je hier huid aanmaakt, dan schuift dat langzaam naar boven, dat verhorend. Dus dat betekent dat alles wat in dit gebied beschadigd is, is eigenlijk een verbranding.
en geen brandwond. En dat noemen wij een eerste graads verbranding. Nou, die kennen we allemaal, hè? De zonverbranding. Zijn we allemaal, kan hartstikke pijn doen. Het kan rood, je kan gezwollen zijn, je kan koorts hebben. Heel vervelend. Maar je huid is niet stuk. Je gaat wel vervellen na verloop van tijd, maar de huid is niet stuk. Een verbranding tellen we ook niet mee in het percentage. Maar je kan ook dat de bovenlaag van je ledenhuid net een beetje beschadigd is. En dan kan je blaren krijgen. Dan heb je kapotte blaren of intacte blaren. Dat zie je bij de voet. Maar de huid kan er ook helemaal af liggen, zoals bij het kindje wat Leo presenteerde. Maar dat is toch nog steeds, ook al ziet het heel indrukwekkend uit, een tweede graads oppervlakkige brandwond. En die ledenhuid is hoofdzakelijk intact en dat is hartstikke fijn, want deze brandwond kan uit zichzelf genezen. Dan heb je ook wel diepere brandwonden. Dan ga je meer en meer van die ledenhuid raakt beschadigd. En dat is heel vervelend, want dan raken de zenuwen beschadigd en dan raken de bloedvaten beschadigd. En dat zie je wel. Want dit is oppervlakkig, maar hier zie je dat die microvaatjes in je lederhuid, die zijn er niet meer. Die zijn verbrand, die zijn kapot. Dus het is gewoon bleek. Als het ijskoud is buiten en je alles samenkneept, word je ook bleek. Dat is wat je ziet aan die wond. Een diep tweede graads brandwond. En die kunnen al niet meer uit zichzelf genezen. En dan heb je natuurlijk de derde graads brandwond. En overwegend zie je dit alleen maar bij een vuur- en vlamverbranding. En dan is niks meer van je huid over. Ziet er akelig uit. Gaan we gauw even doorheen. Maar dit moet altijd geopereerd worden. En dit hoort dus ook altijd in een brandwondencentrum thuis. Nou, wat doen we dan met die brandwonden? Nou, we hebben twee opties. We behandelen het wat we noemen conservatief. Dan laten we de huid het zelf herstellen. En dat kan met een zalf. En dat kan in een opname als het heel uitgebreid is. En dat kan bij een kleine brandwond, zoals bij de zoon van Petra, ook dat je naar de polykliniek komt. Maar soms heb je een huidtransplantaat nodig. Dan moeten we een handje helpen. Wat iets meer doen dan alleen maar zalven. Nou, dit kindje. Hetzelfde kindje van net. Hebben de zalf aangebracht. En het mooie van de zalf die wij gebruiken. Het is net zo'n kunsthuidje. Hè? Zo'n nephuidje die erop ligt. En dat is heel fijn. Want die wondbed is niet open. De zenuwen liggen niet meer bloot. Er kunnen geen bacteriën zo makkelijk naar binnen. Mensen hebben minder pijn. Ook als je er aankomt. En na verloop van tijd, dan valt dat laagje eraf en dan komt er een nieuw huidje tevoorschijn. En die is wel roze, maar na verloop van tijd wordt die vanzelf bleek. En dit zijn die tweede graads oppervlakkige brandwonden, waarvan we zoals toen in het geval van Petra zeiden van, ik denk dat het niet geopereerd hoeft worden. Ik denk dat hij er geen littekens van af kan overhouden, maar ik weet het niet zeker. Want elke huid is verschillend. En als ik ga roepen aan een moeder of aan een vader, dit komt wel goed, dan houdt hij niks aan over. En we zien na het verloop van tijd dit. Dit is wel heel vervelend. Want elke avond, als die vader of die moeder het kind in bad stopt, wordt ze geconfronteerd met het eigen ongeluk. En dat is heel zwaar, want dat zie je je leven lang. Dus dat is vervelend, dus dat moet je niet zeggen. Want dat is een zware teleurstelling, want vaak zie je dit pas na 3-4 maanden na het genezen van de brandwond. Nou, daar hebben we gelukkig wat voor, want we hebben drukpakjes, we hebben siliconenpleister. En ook het kindje op deze foto had hier diezelfde hypertrofisch, zoals we noemen, verdikt litteken. Maar je ziet dat het na een jaar, 2 jaar, dan heb je littekens nodig om uit te rijpen, is het weer heel mooi vlak geworden en weer bleek geworden. En dan moet je goed kijken, wil je het nog zien. Maar soms is een operatie nodig. Nou, daar hebben we een hele mooie techniek voor. Dat is een soort kerger waar jullie de oprijpad mee schoonmaken. Daar maken wij de wonden mee schoon en dan in een klein stikje. En die spuiten kan je echt hard laten spuiten. En die halen we dan eigenlijk een beetje horizontaal over de wonden heen. En het mooie is, dan kan je heel oppervlakkig in een fractie van een millimeter, kan je die beschadigde huid weghalen totdat je een mooie bloedende vitale wondbodem hebt. En het allermooiste van deze techniek is dat je een groot deel van die lederhuid, die zorgt voor de soepelheid, voor de elasticiteit van je huid, die kan je bewaren. En daar zijn we heel blij mee, want hier zie je bijvoorbeeld een verbrande hand, die is 14 dagen, niet genezen. En dan doen we daar een huidtransplantaat op, die hebben we ook schoongemaakt met die kerger, zal ik zeggen. En dit is na 5 dagen na de operatie bij uitpakken. En dan na verloop van tijd, dan zie je eigenlijk bijna niet meer waar de brandwond gezeten heeft. En nu vind ik het nog niet eens zo belangrijk dat je niks meer van ziet. Ik vind veel belangrijker dat deze persoon zijn hand weer kan hervolledigen, kan gebruiken, piano spelen, wat hij ook maar wil.
En hetzelfde bij dit kindje. Die had ook met aansteken gespeeld. Haren in brand, diepe vuurverbranding. En dan vergroten we zo'n huid niet. En dan zie je eigenlijk een heel mooi resultaat. En dit jongetje ook. Dat was een vuurpijltje, hè, die net in het zakje zat. Dat ging niet helemaal goed. Dan zie je nog wel het patroontje van het huid. Maar je ziet hoe mooi bleek het wordt, hoe mooi vlak het is geworden. En dit kind ook, hele uitgebreide heetwaterverbranding. Natuurlijk blijf je het zien. We streven naar een littekenvrije toekomst, maar dat is niet voor iedereen mogelijk. En deze man die is volledig getransplanteerd aan zijn benen. Ja, dus we komen heel dichtbij. Natuurlijk niet voor iedereen. Soms, ik sprak net al, hier liggen wel mensen, hè, tot 88%. En dan denk je, ja, hoe ga je dat dan nou mee doen? Hoe ga je dat nu opereren? Dat betekent dat je eigenlijk met een heel klein beetje huid heel veel wonden moet opereren. En daar hebben we een speciale techniek voor, dat heet de McWall. De uitvinder heet meneer McWall. En wat we dan doen, dan pakken we ergens huid vandaan. Want je kan alleen maar transplanteren met het huid van de betrokkenen zelf. En die gaan we snijden in twee richtingen tot hele kleine puntjes van een millimetertje. En die plakken we dan op een gevouwen plissé. De dames kennen het van de plissé-rokken van vroeger. Dit is ook een plissé-tje van zijde. En dat lijm je vast en dan haal je het kurkje eraf. En dan trek je het eerst aan de ene kant uit, dan trek je het aan de andere kant uit. En dan gaan die puntjes die gaan van elkaar liggen. En die kan je 1 of 4 vergroten, dan wordt het 4 keer zo groot als het kurkje. Je kan het 6 keer zo groot maken en je kan het 9 keer zo groot maken. Dus met een heel klein beetje huid kan je 9 keer zo groot wondgebied bedekken. Dat is natuurlijk een fantastische techniek. En het is heel raar, want altijd dan na een week, als je dan kijkt, dan zie je overal die puntjes liggen en dan denk je, dat wordt toch nooit wat. En toch, in de loop van de dagen, net als met de Waddenzee, groei je uit, groeit naar elkaar toe. En deze persoon is nooit opnieuw geopereerd en dan is het mooi, groeit het dicht. Prachtige techniek waarmee we tegenwoordig grote casussen toch gewoon kunnen behandelen. En dan denkt u, ja, maar wat dan met die donorhuid die van overleden mensen nemen? Waarom pakken jullie die dan niet? Dat kan niet. Die wordt afgestoten. Maar het is wel heel erg belangrijk, want als wij die puntjes neerleggen, dan heb je nog heel veel wondoppervlak. Ben je heel bevattelijk voor infectie. En daar leggen wij die huid van overleden mensen neer. En het is prachtig, want die wond is helemaal afgedekt. En die puntjes die kunnen daaronder uitgroeien. En na verloop van tijd wordt die donorhuid afgestoten. En dan komt er een hele mooie genezen rug tevoorschijn. Dus heel belangrijk om toch gewoon ook donor te zijn voor de huidbank. Goed, maar we doen veel meer. Want de wonden, dit zijn uiterlijke wonden. Maar er zijn veel meer wonden bij de mensen. Want als jij brandwonden hebt gehad aan je benen, dan kom je strak in je vel te zitten. Dan kan je niet goed buigen. Je kan niet goed strekken. Je bent heel lang in bed heb je gelegen, dus je kracht gaat achteruit. En dan heb je problemen met traplopen, met lopen, met dingen doen. En als je dat niet kan, hoe kom je dan op je werk? Hoe kom je op school? Hoe kan je thuis het huishouden doen? Dus ook dat is heel belangrijk om dat vanaf de eerste dag in de behandeling mee te nemen. Nou, dat doen we. Wat doen we met het hele team? Want wij willen niet alleen dat de brandwonden aan de buitenkant genezen worden, maar we willen dat de hele patiënt weer terug kan in de maatschappij. Daar gaan we voor. En daar hebben we dit hele team voor nodig. Nou, ik moet stoppen. Goed, ik hoop dat ik jullie een beetje duidelijk heb kunnen maken wat wij doen in ons brandwondencentrum. Dankjewel. Goedenavond, mijn naam is Willem Vogels, ik ben arts-microbioloog en wij houden ons bezig als arts-microbioloog met infectieziekten. Ik ga het met u hebben vanavond over waarom voorkomen beter is dan genezen. Ik ga het niet hebben over waarom en over het voorkomen van brandwonden, maar over het voorkomen van infecties bij patiënten die in het ziekenhuis liggen. En dat met name bij brandwondenpatiënten, want dat is een hele kwetsbare groep. Die mensen die hebben natuurlijk al hun beschermende laag verloren. Die is aangedaan, de huid. Die beschermt je tegen infecties. En bovendien zijn brandwondenpatiënten hebben een sterk verminderde afweer. En zijn daardoor ook extra gevoelig voor infecties. Bacteriën liggen overal op de loer. Bij u thuis, maar ook in het ziekenhuis. En bij u thuis is het meestal geen probleem. Tenzij u rauwe kip eet, dan krijgt u daar vast problemen mee. Maar in een ziekenhuis is het wel een probleem, omdat daar natuurlijk patiënten liggen die extra gevoelig zijn voor infecties. En dan moet je natuurlijk niet hebben dat als je een stokje in een wasbak steekt,
dat het stokje zo eruit komt met een geweldige bruine smurrie, waar honderden miljoenen bacteriën in voorkomen. Die dus die patiënt kunnen besmetten en infecteren. En de patiënt kan er ook aan doodgaan. Nou, hebben we in de Europese Unie gekeken per jaar. Dan blijkt dat daar in de Europese Unie meer dan 4 miljoen zorggerelateerde infecties voorkomen. Dat wil zeggen dat zijn infecties die mensen oplopen in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Dus mensen kunnen met een knieoperatie naar een ziekenhuis gaan en daar een infectie oplopen. Van die mensen die zo'n infectie krijgen, daarvan gaan er 37.000 mensen dood aan die infectie. En dat zijn er nogal wat. En 110.000 mensen gaan dood indirect aan die infectie, door allerlei complicaties achteraf. Dus bij elkaar is dat ongeveer 150.000 doden. En ongeveer 30% daarvan, denkt men, is te voorkomen door hygiënemaatregelen en infectiepreventiemaatregelen. En een van de meest simpele dingen is bijvoorbeeld handen wassen. Dat is de meest effectieve manier om infecties niet over te dragen. Handen wassen. Hier laat ik iets zien van de besmettingsweg. Hoe komt nou zo'n bacterie bij een patiënt? Nou, allereerst spreken we van besmetting. Dat wil zeggen dat als een bacterie in contact komt met een mens, dan noemen we dat besmetting. En van kolonisatie spreken we als die bacterie ze hecht aan de huid of uw slijmvliezen, dus de mond of de keel of in uw darmstelsel en zich daar vermeerdert. En dat hoeft dan nog geen ziekte te geven, maar die bacterie zit er wel en die groeit wel uit. De volgende fase is een infectie. Dat wil zeggen dat er lokaal schade is aan weefsel. Het kan de huid zijn, maar het kan ook in de longen zijn of in de darmen. En dan treedt er lokaal een ontstekingsreactie op. Bij een wond kun je pijn hebben aan de wond of roodheid zien. En dat noemen we dan een infectie. Een sepsis wil zeggen dat de bacterie die infectie veroorzaakt in de bloedbaan komt en zich door het hele lichaam verspreidt. En dan krijg je een soort algehele ontstekingsreactie van het hele lichaam. En daar kunnen mensen aan doodgaan. Hoe verspreiden bacteriën zich? Nou, je kunt via direct contact, bijvoorbeeld via de handen, dat is de meest voorkomende manier van overdracht, ook in het ziekenhuis. Het is altijd belangrijk dat dokters en verpleegkundigen altijd voor en na patiëntencontact hun handen wassen. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste maatregel die je kunt nemen. En daarnaast hebben we nog een heleboel protocollen die zorgen dat mensen zo schoon mogelijk werken, zodat de patiënt niet besmet kan worden met bacteriën. Het kan ook via indirect contact. Het kan via besmette oppervlakte, via de kleding van de dokter of de verpleegkundige of via bezoek. Kan ook nog. Het kan via instrumentarium. Je kan via een scope kan je besmet raken. Als je een kijkoperatie krijgt, dat noemen we een scope met zo'n apparaatje. En via andere materialen kunnen patiënten besmet worden. Verder via de lucht, bijvoorbeeld hoesten en niezen. Daar ziet u een voorbeeld. Als je hoest, dan krijg je zo'n geweldige wolk van sputumdeeltjes, zeg maar, waar bacteriën in kunnen zitten. Dat kun je zien, dat gaat een paar meter ver weg. En daarmee kun je ook mensen besmetten. En dat zien we vooral bij tuberculose bijvoorbeeld, of bij het griepvirus, influenza. Dan worden op die manier mensen besmet. En de laatste is via de patiënt zelf. De patiënt kan binnenkomen met een infectie, met een bacterie die schade aanricht. Daarmee kan die ook andere patiënten besmetten. Het kan ook zo zijn dat de patiënt zichzelf besmet. Sommige mensen dragen een bacterie in de neus bij zich, die vaak wondinfecties kan veroorzaken. Je hebt ook bacteriën in het darmstelsel die wondinfecties bij die patiënt zelf kunnen veroorzaken. En daar kom ik later nog even op terug. De sterkste bij brandwonden patiënten. Nou, meestal in de eerste fase door shock. Shock wil zeggen dat er door het trauma van de brandwond treedt er vocht uit de bloedbaan uit. Daardoor krijg je dat je bloeddruk verlaagt. En dat zorgt er weer voor dat er heel weinig zuurstof en andere voedingsstoffen naar andere organen gaan. Bijvoorbeeld de hersenen of het hart. Dat noemen we shock. En daar kunnen mensen aan doodgaan. En dat gebeurt meestal in de eerste fase, dat is ongeveer de eerste 48 uur van de opname. En dit gebeurt niet natuurlijk bij hele kleine brandwonden, maar dit gebeurt bij de patiënten met
meer dan 20% brandwonden. Die komen dan ook op een intensive care afdeling terecht. En die hebben het gevaar dat ze overlijden. In de tweede fase, na die 48 uur, dan ligt de infectie op de loer. En dan zien we, dat kan na een week kan dat optreden. Het kan ook pas later optreden, na een maand of twee maanden, dat mensen alsnog een infectie krijgen. En soms zelfs een sepsis en daaraan dood kunnen gaan. Nou is dat in ons brandwondencentrum zeldzaam. Ik werk nu 24 jaar en ik geloof dat 1 of 2 patiënten overleden zijn door sepsis. Dus uitermate gering. Ja, hoe kunnen we nu zorgen dat die patiënt niet besmet wordt door bacteriën? En dan geldt het met name ook voor de grote brandwonden, want mensen met kleine brandwonden hebben niet zoveel kans op zo'n infectie. Maar met name de grote brandwonden, dat is dagelijkse wondverzorging met een antibacteriële crème. Dat krijgen die mensen al als ze binnenkomen. Dat is om te zorgen dat de bacteriën of gedood worden of dat ze niet kunnen uitgroeien op de huid. We hebben speciale luchtbehandeling in de kamers waar die patiënten liggen. Met een laminar flow, dat wil zeggen dat er van boven naar beneden lucht wordt gestuurd, zodat de bacteriën die in de lucht kunnen zweven naar de bodem gaan en daar afgezogen worden. Dus dan komen ze niet op de patiënt terecht. We passen selectieve darmcontaminatie toe. Dat wil zeggen dat, wat ik net al zei, dat er zijn bacteriën in je darmstelsel die ook een infectie kunnen veroorzaken. Nou komen er heel veel bacteriën in je darm voor. En daarvan is 99,999% zijn goede bacteriën. En die rest, dat zijn zeg maar slechte bacteriën. En die kunnen een infectie veroorzaken. Wat we nou doen bij selectieve darmdecontaminatie is dat we die mensen antibiotica geven, zodat die slechte bacteriën doodgaan en de goede bacteriën blijven leven. Dat noemen we dan schone poep. Verder passen we beschermende isolatie toe van patiënten. Dat wil zeggen dat we de patiënt beschermen tegen de omgeving, zodat hij niet besmet raakt met bacteriën. In tegenstelling tot een andere vorm van isolatie, waar u misschien ook al eens van gehoord heeft, dat is dat we de omgeving beschermen tegen de patiënt. En dat zien we met name bij de ziekenhuisbacterie. Dan willen we niet dat die zich verspreidt. Dus de patiënt die wordt in een kamertje gezet, gesluist en zorgen dat die bacterie niet door het ziekenhuis komt. Dat willen we voorkomen. Maar in dit geval willen we de patiënt beschermen. En we gaan regelmatig de patiënt kweken. Een keel, neus, rectum kweek, wond kweken, eventueel urine, het sputum van de patiënt wordt gekweekt. Om te kijken als die gekoloniseerd is met welke bacteriën. Zodat mocht hij een infectie krijgen, een sepsis, dat we meteen de goede antibiotica kunnen geven. Dat je niet eerst heel breed moet gaan zitten of denken van wat zullen we geven. Nee, je weet ongeveer wat die patiënt heeft, bij zich draagt aan bacteriën. Dat je meteen gericht kan behandelen. En dat wordt steeds belangrijker. U hebt ongetwijfeld gehoord dat er steeds meer resistente bacteriën komen. Steeds meer bacteriën die ongevoelig zijn voor de antibiotica die we gebruiken. Dus het is dit regelmatig kweken wordt steeds belangrijker. Dat we niet met de verkeerde antibiotica beginnen. Nou, hier hebt u een voorbeeld van beschermde isolatie. Iedereen is ingepakt. Mondkapjes, hoofddingen op. Schorten voor, handschoenen aan. En allemaal om te zorgen dat de patiënt niet door de medewerkers besmet wordt met een bacterie. Dit is het einde van het verhaal. Dus voorkomen, in dit geval preventie van infecties, is beter dan genezen. Omdat dat genezen steeds moeilijker wordt. Dank u wel voor uw aandacht. We gaan luisteren naar het volgende verhaal. Dat duurt ongeveer 15 minuten en dat gaat namelijk over de effecten van brandwonden. Juist niet die fysieke kant, maar die psychologische kant. En daar horen we eerst over welk effect het heeft, maar ook welke oplossingen daarvoor zijn. Mag ik een applaus voor klinisch psycholoog Kirsten Lamberts. Ik heb wat meegebracht. Zo. Goed. Mijn werk gaat vooral over pijn. En dat zal u niet verbazen, want ik werk op het brandwondencentrum. En dat is wat veel mensen associëren met het brandwonden. Dat is pijn. En
Ik werk daar als psycholoog, omdat we niet alleen te maken hebben met fysieke pijn, maar ook met psychische pijn of emotionele pijn, net hoe je het wil noemen. En die pijn die begint, ja, hoe kan het ook anders, meteen bij dat ongeluk. Natuurlijk is daar de fysieke pijn. Raar genoeg hoor ik mensen daar later na het ongeluk vrij weinig over terug. Heel veel meer hoor ik dan over de emotionele pijn, over de schrik, over de reactie van de omstanders. Kinderen kijken natuurlijk vooral naar hun ouders, hoe die misschien in paniek raakten. Maar ook hoe hulpdiensten soms extreem heftig uitrukken met traumahelikopters, waarbij mensen denken van, nou, dit is wat echt dus het einde. Dit komt niet meer goed, want als er zoveel materiaal ingeschakeld moet worden voor mij. Dus dan eigenlijk achteraf hoor ik mensen vooral over dat, over die, nou ja, die psychische of die, die psychische pijn of dat, die stress daaromheen. Tijdens de opname, stel dat het zo ernstig is dat je inderdaad opgenomen moet worden in het brandwondencentrum, hebben we daar natuurlijk met het hele team heel veel aandacht voor. De pijn hebben jullie net een beetje in die plaatjes langs zien komen. Ik zag ook soms wat van pijn vertrokken gezichten. Dat is een heel bekend psychologisch fenomeen, zal ik u ook meteen meegeven. Als je pijn bij een ander ziet, dan vertrek je zelf ook een beetje. Dat was vooral de fysieke pijn. En we proberen met het hele team, Sonja gaf dat net al heel mooi aan, hè, we zitten met een heel team om die patiënten heen. Proberen we met die pijn bezig te zijn. En dat houdt in dat mensen medicatie krijgen uiteraard. Maar ook dat we ze op allerlei manieren proberen, ja, wat af te leiden of te coachen door die pijn heen. Onder andere onze verpleegkundigen zijn heel erg goed in staat om patiënten door een verbandwisseling heen te helpen. Door samen met de patiënt uit te zoeken, wat helpt jou nou het beste om dit zelf aan te kunnen? Heb je inderdaad medicatie nodig? Of werkt muziek voor jou het beste? Sommige mensen zeggen, nou, ik moet ademhalingsoefeningen doen. Ik wil naar foto's kijken, televisie kijken. Nou, we hebben allerlei mogelijkheden. En vrij recent hebben we daar ook hele nieuwe high-tech mogelijkheden bij gekregen. Daar gebruiken we tegenwoordig de virtual reality voor. Ik weet niet of u daar wel eens van gehoord heeft, van die mooie brillen. Nou, ik had er dus één meegebracht. Ik durf hem niet helemaal op te zetten. Maar dat zijn, ja, dit soort, ja, simpele brilletjes eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ze worden steeds kleiner. En wat we hiermee doen, hè, of wat er gebeurt als je zo'n... Heeft u wel eens zo'n ding opgehad? Nou, je kunt straks nog eens even komen kijken. Maar wat er gebeurt als je deze opzet, dan binnenin wordt een, ja, een filmpje afgespeeld of je ziet een spelletje. En dat is op zo'n manier gefilmd dat je er helemaal ingezogen wordt. Als het ware, wij mensen hebben maar beperkte aandachtscapaciteit, maar als je die bril opzet, dan wordt al die aandachtscapaciteit wordt daar naartoe gezogen. En dan voelt u het al aankomen, dan heb je minder aandacht voor die pijn, minder aandacht voor wat er op dat moment gebeurt, bij die verbandwisseling bijvoorbeeld. Er zijn ook mensen die dat absoluut niet willen. Hè? Die zeggen, nee, maar ik wil wel zien wat er gebeurt. Ik kan trouwens ook met die bril, want ik voel die vraag al komen. Je zet hem op en je bent dat spel aan het spelen en halverwege, nou, toch even kijken hoe het erbij staat vandaag. En dan zet je hem snel weer op. Maar er zijn ook duidelijk mensen, we gebruiken hem nu regelmatig in het centrum, die zeggen, nee, ik hou hem op, want ik wil het gewoon niet zien. Over een week of zo kijk ik wel weer eens mee. Dus iedereen heeft daar zo zijn eigen, ja, voorkeur in. En gelukkig kan dat ook. Nou, dan hebben we dat voor de, ja, voor de fysieke pijn. Maar tegenwoordig gebruiken we dit ook heel mooi voor de, voor de emotionele pijn, zou je kunnen zeggen. Omdat we deze bril ook in contact kunnen brengen met een 360 graden camera. En dan live. Ik weet niet of u wel eens geskyped heeft. Of dat u weet wat het is, hoop ik wel. Want daar ga ik op voortborduren. Je hebt contact via de camera met elkaar. En wat we nu heel mooi hebben, is dat je die bril op kunt doen. Die staat in contact met een 360 graden camera. Nou, bijvoorbeeld bij je thuis. Of onlangs was dat bij een bruiloft. Die meneer lag bij ons hier opgenomen. En ik kon met die bril op, kon hij toch bij de bruiloft aanwezig zijn. Dat contact wordt direct gelegd. En het geeft net iets meer dan alleen, nou ja, dat skypen, maar hij kon ook echt zo om zich heen kijken. En je zag hem inderdaad ook zien, god, wat zit ze er mooi bij. En, nou, dus dat was echt
je maakt even dat iemand daar toch echt helemaal bij is. Dus ook die emotionele pijn, die heimwee soms die mensen hebben, of ja, soms heel vaak hebben, die wordt daarmee wat verlicht. Ik zeg niet dat we het daardoor geweldig maken, hoor. Het opname brandwondencentrum blijft natuurlijk iets wat je ja, liever niet meemaakt. Maar we maken het daardoor net iets makkelijker misschien. Waardoor je het nou, weer even, waardoor je er weer even tegenaan kan. Dus er is een heleboel begeleiding. Nou, naast die VR-bril hebben we ook, ja, hier ziet u een klein stukje van de blauwe kamer waar we het net over hadden. Dit is die fameuze blauwe kamer. En ja, kinderen worden daar door die omgeving zo mooi afgeleid. Ze zijn alleen maar bezig eigenlijk met om zich heen. Ze mogen inderdaad magneetjes pakken. Er zijn allemaal aapjes die ze op plekken kunnen plakken. Iets simpels als bellenblazen of zo werkt ook altijd geweldig goed, zoals u bij dit kindje ziet. Ook dan is er natuurlijk pijn, daar wil ik helemaal niks aan afdoen. Maar het maakt het vaak wel een stuk makkelijker om zo'n kindje ook door de verbandwisseling heen te helpen. En het is echt een, ja, je zou zeggen een heel simpel iets. Hè? Nou, je verft een paar muurtjes. Ja, wat zou, maar het maakt echt een wereld van verschil of je in een kille witte kamer zit of dat je daar zo mooi... Ja, zo mooi. Ja, het is een, bijna een soort van oerwoud is het. Ik wou dat ik het u allemaal even kon laten zien, maar nou, dit is even wat u ervan te zien krijgt bij mij. En hier ziet u zo'n jochie dat bij ons terug mocht naar de klas. Dus die had de bril op en de camera stond op zijn stoeltje in de klas. En hij kon even met zijn klasgenootjes kon hij weer even bij zijn. Heel even uit het isolement, want u zag net al zo'n foto van, van zo'n kamer hier op brandwondencentrum. Nou, mensen liggen hier vaak een lange tijd en heel erg geïsoleerd. Dan kan net dat even, nou ja, hè, met die bril even het ziekenhuis uitgaan. Dat kan net even helpen dat je het weer even wat langer vol kan houden. En dat we bijvoorbeeld ook minder medicatie hoeven te gebruiken, want dat is een beetje mijn streven. En dan is het klaar, zou je kunnen zeggen. Hè? Dan zijn de brandwonden dicht. Dan zijn de artsen tevreden. Nou, u mag weer naar huis, het is mooi. En dan, nou, over het algemeen is dat een feestje. Hè? Van, nou, mooi, ik mag weer naar huis. Maar het is ook wel spannend. Heel veel mensen vinden het ook wel weer eng. Wat als het bijvoorbeeld het ongeluk op het werk gebeurd is? Wanneer ga je daar voor het eerst weer contact mee zoeken? Hoe doe je dat? Voor kinderen is het heel spannend om weer naar school te gaan. Hoe pak je dat weer op? Daar proberen we mensen, voor zover ze dat willen, of voor zover dat kan, ook in te begeleiden. Dus terug naar het werk, maar terug naar school is een heel uitgebreid project, zeg maar, waarbij kinderen hun eerste schooldag komt een verpleegkundig specialist of een pedagogisch medewerker van ons centrum, die gaat mee naar school. En die bespreekt samen met het kindje voor de klas, nou, wat is er gebeurd? En als de kinderen vragen hebben uit de klas, kunnen die stellen. En dat is een beetje afhankelijk van de leeftijd. Ik kan me voorstellen dat bij een 13-jarige hele andere gesprekken gevoerd worden dan in de kleuterklas. Maar over het algemeen komt het wel een beetje op hetzelfde neer. Van, nou, wat is er nou gebeurd? En deed het pijn? En hoe zit het eruit? En, nou, kan je weer normaal doen? Nou, een beetje zo. Kun je wel weer spelen buiten? Ja hoor. Nou, en dat is een heel mooi, dat maakt voor kinderen en voor ouders vaak ook wel wat makkelijker. Hè? Van, dan heeft de hele klas ook de littekens gezien. Want daar is iedereen heel erg mee bezig. Vaak zijn er ook littekens. Nou, dat is meteen helemaal duidelijk. En dan... Over het algemeen lukt het dan heel veel kinderen om gewoon weer lekker spelend, lekker terug naar school te gaan. En met werk doen we dat niet op die manier, maar dan begeleiden we veel meer vanuit het centrum. Hè? Dat we mensen hier vaker terugzien, als ze daar moeite mee hebben. En ook verder, ja, er kan natuurlijk van alles zijn waar je tegenaan loopt. Waar mensen later in het hele traject tegenaan lopen, toch vaak moeten terugdenken aan het ongeluk. Daar angstige dromen over kunnen krijgen, nou, dat kan van alles zijn. En we proberen mensen op het moment dat ze naar huis toe gaan, ze vooral de boodschap mee te geven. Nou, ga lekker weer bezig, ga verder met je leven. Maar mocht er ooit iets zijn waar je tegenaan loopt, mocht je vragen hebben, hè, of mocht je het idee hebben van nou, het komt toch niet helemaal goed, of ik voel me een beetje angstig, of hè, ik moet er wel heel vaak aan terugdenken. Nou, neem contact met ons op, kom nog weer eens een keer terug, dan gaan we het erover hebben. Dus zo proberen een heel compleet zorg te bieden. Oh, ik ga te ver. Ik ben helemaal klaar. Dank je.
Ja. Ja, dankjewel. Ja, en u zag zijn naam al staan en het is ook de laatste spreker in de rij, maar wel een hele eervolle spreker, want het is de voorzitter van de Nederlandse Brandwondenstichting. Hij gaat wat vertellen, maar hij gaat vooral ook wat doen en dat is zeer bijzonder, want ja, ik ben eigenlijk een journalist en journalisten zijn dolle primeurs, maar u krijgt er ook eentje vanavond. Mag ik een applaus voor Rob Baartse? Ja. Deze nog maar. Naast dat het een absolute eer is om in Groningen aanwezig te zijn, ik kom zelf uit Beverwijk, de Nederlandse Brandwondenstichting Beverwijk, ben ik ontzettend onder de indruk. Ik denk dat u ook onder de indruk bent van de professionaliteit van de mensen hier in Groningen. Het Brandwondencentrum Groningen is een van de 3 brandwondencentra in Nederland. En wij zien de 3 brandwondencentra ook in Nederland als 1. Maar nogmaals, ik ben dus ontzettend onder de indruk van de verhalen als je het ziet. Ik zit zelf niet in de zorg, ik ben medewerker van de Nederlandse Brandwondenstichting. Dat is eigenlijk mijn dagelijkse outfit en dit is niet mijn dagelijkse outfit. Ik ben ook iets dikker geworden, zie ik. Dus ik zal het mee. Dat is vorig jaar. Vorig jaar was de 4 mijl van Groningen. Dit jaar was ook de 4 mijl van Groningen. Maar vorig jaar heb ik de 4 mijl van Groningen gelopen. Samen met Sonja. We hebben niet gewonnen, maar we hebben hem wel uitgelopen. Samen met medewerkers van het Brandwondencentrum. En dat was met een doel. Want wij wilden iets samen bereiken. Dat had iets te maken met die blauwe kamer waar we het over hebben de hele avond. Maar nog even iets over hoe die brandwondenzorg nou in Nederland in elkaar steekt. Wat heb ik nou als Beverwijker, als Haarlemmer te maken met zo'n brandwondencentrum in Groningen? Dan moeten we even teruggaan naar 1971. In 1971 was er geen directeur van de Nederlandse Brandwondenstichting. Er waren de zorgprofessionals, mensen in de ziekenhuizen, die zagen mensen met brandwonden. En net als Sonja, net als Leo, net als Wim, die zei, dit moeten we oplossen. Hoe gaan we dat oplossen, zeiden ze in 1971. Wij moeten eens gaan rondreizen in de wereld hoe we het probleem van mensen met ernstige brandwonden, patiënten met ernstige brandwonden, hoe we dat oplossen. Want in de ziekenhuizen werden mensen opgenomen met ernstige brandwonden, maar ze konden er niets mee. Er was een arts en die heeft zijn hand opgehouden bij een aantal rijke Nederlanders en die zei, geef mij nou geld, dan los ik het probleem op. Hij is rond gaan reizen, heeft meerdere artsen om zich heen verzameld. En zo zijn 3 Nederlandse brandwondencentra ontstaan. En wij noemen dat samen Brandwondenzorg Nederland. Maar wat is die brandwondenstichting dan? Een brandwondenstichting is niets meer dan eigenlijk een bankrekening van die eerste dokter. Die is naar de Rabobank gegaan en zegt, ik moet een bankrekening openen. En daar wil ik die giften storten van die mensen. Die mij in staat stellen, die mij als arts in staat stellen om het goede werk te doen voor mensen met brandwonden. En dat is eigenlijk een keerpunt in Nederland geweest. De Nederlandse Brandwondenstichting bestaat nog steeds. Wij zijn geen bankrekeningen meer. We zijn een organisatie die de brandwondenzorg in Nederland ondersteunt. En die 3 brandwondencentra die zijn ontzettend professioneel geworden. Ik denk dat ik kan zeggen dat wij bij de top van de brandwondenzorg van de wereld behoren. Daar kunnen we trots op zijn met elkaar. En Brandwondencentrum Groningen is een van de modernste. En ook een beetje de mooiste, waar we net heel erg trots over waren. Nu even dat gekke pakje. Die 4 mijl van Groningen vorig jaar hebben we gelopen. Hebben we €120.000 mee opgehaald met elkaar. Ook Sonja, ook Jacob. En met die €120.000 hebben wij die blauwe kamer gemaakt. Wat is er nou speciaal aan die blauwe kamer? Ik hoorde net een verhaal, ja, een beetje verf aan de muur. Nou, dit is niet een beetje verf aan de muur. Dit is voor €120.000 verf aan de muur. Dat is iets anders. In de brandwondenzorg, we hebben het hygiëneverhaal gehoord, je moet dus een schone kamer maken met luchtbehandeling, waar je kinderen met brandwonden kan afleiden als er verbandwissels worden gedaan. Dat is een hyperprofessionele kamer. Ik ben er geweest, het is boven. En als je dan bij dat aanrecht komt, dan is dat van materiaal gemaakt wat de verpleegkundige ook schoon kan maken. Zodat het vuil er niet op blijft liggen. De luchtbehandeling is schoon en de kinderen, hoorden aan het begin, die worden afgeleid. Mag ik naar die blauwe kamer? Die 4 mijl van Groningen. Daarmee hebben we die eerste blauwe kamer kunnen verwezenlijken. Waarom
moet je nou fondsen werven? Waarom moet je nou gaan lopen voor iets wat je in een ziekenhuis plaatst? Dat is toch overheidssubsidie of daar zijn verzekeraars toch voor? Nee, bij het begin van de brandwondenzorg in Nederland is ervoor gekozen om alles te doen met particulier geld. Dus al het wetenschappelijk onderzoek, alles wat we faciliteren in de zorg, ook die opleidingen waar Leo het over heeft, dat is allemaal particulier geld. Dat is allemaal geld van de collecte. Dat is een vijkje van de collecte van de brandwondenzorg. Die zit achter, die zei net, kan je even zeggen dat ik de collecte organiseer in Groningen, want deze mensen willen vast allemaal mee collecteren. Dat is vijkje, mag het wel zeggen, hè, even. De brandwondenzorg in Nederland wordt gefinancierd met publiek geld. Dus daar moet je wat voor doen. Dus soms, ik zag net ook een fietsfoto van ons, soms moet je hardlopen, soms moet je collecteren. En samen zorgen we voor 6, 7 miljoen euro in Nederland, zodat we de wetenschappelijk onderzoek kunnen ondersteunen. En dan soms ook een speciale verbandwisselkamer kunnen openen. Doen we ook in Rotterdam en doen we ook in Beverwijk. Maar Groningen is natuurlijk de eerste. Niet eens de mooiste, de eerste. Sterker nog, ze hadden het idee ook en anderen hebben het gekopieerd. Mogen ze ook even trots op zijn. Maar eigenlijk is het niet eerlijk. Want die blauwe kamer, die staat op een plek van het brandwondencentrum in de open ruimte. En hij is gemaakt voor kinderen. Nu is 35% van de slachtoffers ook kinderen, dus ik snap het ook wel. Maar ik vind eigenlijk dat elke patiënt met brandwonden in het brandwondencentrum behandeld moet worden in een speciale verbandwisselkamer met de juiste zaken, met de juiste omgeving, zodat je pijnbestrijding kunt doen voor iedereen. Ik wil graag even aftellen met u, want ik heb een verrassing. Tel even mee. 5, 4, 3, 2, 1. En dan denkt u, boem, er gebeurt wat. Nee. Er gebeurt even niks. Maar ik presenteer u wel, en dan gewoon op z'n Gronings, zonder vuurwerk, zonder confettibommen, een tweede patiëntvriendelijke verbandwisselkamer, mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij en de acties die we hebben gedaan in Groningen. Dus we konden er niet één maken. We konden er twee maken. En deze verbandwisselkamer is gesitueerd in de gesloten afdeling. Dus in de afdeling waar de infectiepreventie op zijn hoogst is, zodat elke patiënt gebruik kan maken van een patiëntvriendelijke verbandwisselkamer. Ik dank u wel voor de aandacht. Ja.